Hoi allemaal, welkom bij de nabespreking van de nationale beatwedstrijd van Bit 72. Dit keer val je direct met je neus in de boter als je meedoet met de beatwedstrijd, want het eerste handje is meteen vuurwerk. Schrik niet van de volgende sheets, want wij hebben 7 beatrondes nodig gehad om het eindcontract te bereiken. Nu zal ik je alvast vertellen dat ik zelf zou minder beatrondes gebruiken, maar... Ja, hier zijn wat meer beatrondes. Deze heb ik samen met Jan geboden een keer. En Jan die geef ik al eens training. En wij hebben een aantal specifieke afspraken gemaakt. En daarom leek het me leuk om dat eventjes aan jullie te laten zien. Dus er zitten tips bij voor iedereen. En er zitten ook echt een aantal expert tips bij. Nou, laten we het gewoon vanaf het begin gaan bekijken. Ik open 2 klaver. Ik tel mijn punten. Ik tel in clusters. Dus aas, koning, vrouw, boer is 10. 10 plus 7 is 17, 17 plus 6 is 23. En bij ons is de tweestandsopening 20 tot 22. Dus ben ik daar te sterk voor, 2 klaver. Jan die biedt heel goed 2 ruizen. Heel veel mensen die straks een bridge bieden hier dan 2 sands mee, van ik heb 8 of meer punten. Maar de tip is, bied 2 ruiten, laat je partners een hand omschrijven. Dat geeft veel meer flexibiliteit. Dus 2 ruiten, 2 sands. 2 sands betekent partner, ik heb 23 of 24 punten. Ja, en dan zit je met Jan met een mooie kaart. Je hebt 10 punten. Je hebt niet zoveel in de hoge kleuren. Je partner geeft 23 of 24 aan. Nou, wat mij betreft kun je ook wel direct 6 sansen toebieden. Dan ben je er maar vanaf. Het is toch heel moeilijk om het specifiek uit te zoeken. Maar wij hebben natuurlijk specifieke afspraken gemaakt. Dus wij gingen verder op onderzoek uit om precies aan te geven wat we hebben. Jan die biedt 3 klaver. Dat betekent, partner, heb je een 4 of een 5 kaart hoog. 3 ruiten betekent, partner, ik heb 1 of 2 4 kaarten hoog. Ik heb hier een 4 kaart harten. 4 sans, dat zullen veel mensen ook als kwantitatief spelen, maar wij doen het gewoon als azen vragen. Eigenlijk is het zo, 3 klaver, 3 ruiten. Oké, okay, we hebben geen hoge kleuren fit gevonden. Dus ik bied 4 sans, 5 klaver is, ik heb 3 azen. 0 of 3, maar met zoveel punten zijn dat er 3. Nou, Jan heeft 1 punt. 1 aas, sorry. Dus alle azen zijn binnen. Nou, nu hebben wij de specifieke afspraak. Dit is echt een expert tip. Als je alle azen binnen hebt, en als je met troef speelt, ook troefkoning en troefvrouw, maar nu spelen we zonder troef, dan kun je met 5 sans aangeven, partner, we hebben alles binnen. Misschien is het wel slam. Dus 5 sans, dus we hebben alles binnen. Misschien is het wel slam. Nou, wij hebben daarop afgesproken dat wij onze koning aangeven. 5 sans bieden wij de koning die we hebben. 6 klaver, klaver koning. Nou, Jan zit na te denken waarschijnlijk, ja. Oké, okay, klaver koning, maar ja, hoe zit het met hart- en schoppen koning? Hij wil iets meer van mijn hand weten. Hij weet, het is toch forcing. Ik bied 6 ruiten. 6 ruiten betekent partner. Ik heb ruiten koning. Vertel me nog eens wat meer. Ik bied 6 harten. Ik heb harten koning. Als ik schoppen koning ook nog erbij had gehad, had ik wel... groot slam geboden, maar dat had er misschien wel niet in gezeten, want als ik schoppen koning had gehad, had ik ruiten vrouw niet gehad, maar dat daar gelaten. Partner biedt 6 schoppen, heb je misschien toch nog niet echt wat over, en hij heeft ook gewoon geboden, omdat het leuk is, want hij had na 6 harten ook 6 sans kunnen bieden, maar voor de aardigheid in het biedverloop bood hij 6 schoppen, en we landen in 6 sans toe. Maar er zijn een aantal momenten waarop je denk een andere keuze kunt maken. Na 4 sans, 5 klaver kun je 6 sans bieden en ook na 2 sans. Eigenlijk omdat je het gewoon niet precies uit kunt zoeken. Dus wij met ons biedsysteem niet. Want wat ik net al zei, als je die ruitenvrouw wijzigt in schoppenvrouw, is het dan een heel ander spel. Maar ik vond het wel een tof biedverloop. 7 biedrondes. Heel knap. 37 mensen 7 sans toe uitgeboden. Ik ben er natuurlijk stiekem een beetje jaloers op. Ons is niet gelukt, maar ik vind het ook wel tricky. De credits van mij gaan eigenlijk voornamelijk ook wel naar 6 sans toe. Hoor. Behalve als je een systeem hebt waarbij je dat perfect moet uitrekenen. Blijft het wel een gissen. Zeker met 33, 34 punten samen. Nou ja, helemaal goed. Ik vond het leuk. Ik zeg veel succes en veel beatplezier deze week. Vandaag komen natuurlijk ook weer nieuwe handjes van de nieuwe beatwedstrijd van Bit 72. Veel plezier met bieden deze week en ik zie je heel graag volgende week. De groeten en veel plezier.